Goed, rem startje. We beginnen links, de flaps omhoog. Vervolgens Yes. de carburetor air control voluit. Zorgen dat allebei die hendels naar voren staan. Dan checken dat de radiator air controls omhoog staan. De landing lights vast aan. Dan de rudder naar 5 right. De elevator 2 up. Dus dat is gelijk leggen aan het gele streepje. Dan kijken of de throttle kan bewegen. Dan doen we de RPM, dat is de zwarte bal met de P erop, helemaal voluit. We doen de fuel booster switch vast omhoog. De starter, rode klep vast omhoog. We zetten de ignition vast op both. De fuel lever helemaal naar voren. Checken dat de main tanks geselecteerd zijn. Goed, verder dan doen we de battery switch omhoog, daarna de generator switch, daarna de gun heat en de pitot heat, de wing lights en tot slot zetten we de lights onderuit. Goed, ik zet COM B zet ik aan, ik check dat we fuel in de rechter tank hebben, fuel in de linker tank. Dan gaan we de wheel brake aanzetten. Zo, dat is geregeld. Nou, dan gaan we de throttle 1 inch naar voren. Dan gebruiken we de starter. Starter ingedrukt houden. Komt die aan en dan de mixture. En hij is aan. Goh, wat rempel. Ik had alles al ingeprogrammeerd. Ik ben gewoon langs gegaan, wat jij zei. En alles stond al ready bij mij. Dus, nou, top. Ja, top. Nou, het enige wat we hier hebben overstaan is de primer. Maar de primer hoeft niet. Goed, de wheelbrakes staan aan. Dan drukken we de RPM omhoog naar 12 à 1300. We verifiëren de manifold pressure, de suction, de coolant temperature, de carb temperature, de fuel en oil pressure. En alles ziet er goed uit. We hebben oxygen en we hebben hydraulics. Mooi. Attitude indicator is aligned. Geven we even een korte knal. En we hebben ampère. Mooi. Goed, dan zetten we de gyro aan en de gyro selector op fixed gyro. We zetten de ring uit. Programmeer vast een wingspan van 32-33. En range laat ik op 24 yards staan. Gun sight is uiteraard al aangezet. Mooi, laatste flow. Flaps omhoog, die staan omhoog. Mixture, RPM, instruments, ja, fuel booster aan, fuels aan, juist de fuel tanks geselecteerd. We hebben pressure, temperature, mooi, alles goed. Nou, dan kan het raampje dicht. Ik laat het raampje even open, lekker hoor. Ja. Nou, dan kunnen we taxi. Ja. Klepje down. Gaan we weer. Mooi man. Ja, beviel me wel deze remstadje zo. Dus ik kan alles wel voor elkaar. Top. Even de flight controls testen. Alles werkt. Flapjes vast. Eentje naar beneden. Oké, ik ben ready voor taxi. Ja, yeah, to also. Oké, let's go. Ik had wel de wheelbrakes erachter. Wheelbrakes inhouden en parking brake gaat automatisch eraf. Oh, duk.
Ga jij voorop dit keer? Ja, je probeert wat, hè? Ga jij voorop of ga ik voorop? Ja, is goed. Ik ga wel. Het ziet er goed uit vanaf hier. Het gaat wel steeds beter, dat taxi. Ja, mooi, hè? Klopt. Steeds beter gevoel in. Ja, je moet dat echt oefenen, maar ook net wat jij zei, weet je. En met dat langzaam door de bocht gaan, dat werkt echt hartstikke goed. Ja, klopt. Spitfire's. Yes. Af en toe even snaken, dan zie ik waar je zit. Precies. Hij blijft wel lang doorrijden, moet ik zeggen. Klopt. Het schijnt ook normaal te zijn, stond in de manual. Je moet echt snaken op de runway. Ja. Ik bedoel op de taxibaan. Klopt. En de truc is de bocht vast in te zetten. Precies. En dan de stick naar voren. Ja, dit werkt echt hartstikke goed, man. Gaat steeds mooier zo. Ja. De truc is ook de brakes ingedrukt blijven houden, dan gas geven en dan klopt. Release. Yes. Werkt heel goed. Kijk, nu vind ik het wel makkelijk taxiën. Even blind op jou. Tonnetje. Oh, dacht niet helemaal zo mooi als ik het wou. Ja, het moet nu perfect, hè? Komt hij weer aan? Dus. Bocht inzetten. Stick naar voren. En break. Los. Ja, dit werkt topie. Oeps. Je moet niet te hard op de brakes gaan staan. Nee, dat klopt. Oh, jongens. Zal ik even om je heen? Ik ga eventjes. Rustig. Ik ga rechts om je heen, naar links van jou. De truc is denk ik, brakes ingedrukt houden, gas geven en dan brakes los, want dan reset hij het wiel. Zie je wel? En wat je nu inzetten en dan je stick naar voren. En dan vol op je brakes gaan staan, voor zodra die de bocht al gaat. Nu op je brakes, vol op je brakes, vol op je brakes. Brakes ingedrukt houden, gas geven, brakes los. Zie je, dat gaat goed. Dat trucje moet je herhalen. Ja. Oké, komt hij weer aan. Volgende bocht. Ik ben rechts van je. Ja, ik vis je uiteraard. Dus ik zet de bocht vast in. Stick naar voren.
laat opkomen. En de brakes ingepakt. Ik was. Ja, dit is toppie. Jezus, wat is dat moeilijk zeg. Ja, het is wel pittig dit. Win van rechts. Ik denk, ik laat dat maar zo, dat is ook prima. Nee, ik probeerde ook wat. Je probeert er wat uit, zo'n dingetjes. En dit ging echt inderdaad in een pirouetje. Maar ga nog een keer trouwens, by the way. Eigenlijk zit hij nog in die setting, ik had het niet goed gereset. Nou, ik heb hem nu echt serieus 100% door. Door dat. Even brakes los, dan gaat hij 100% goed. Dat vind ik jammer. Als ik dan inzoom is het mooi en als ik uitzoom dan heb je echt zo'n lelijk landingslampje. Pruttel. Ja, mooi hè, pruttel. Het is toch heerlijk, jongen. Lekker altijd gepruttel en die plopjes in de motor. Ja. Vet humor. Mooi man. Zullen we even met spacing, want het ging de vorige keer laat me dan wel niet om goed. Laten we dat maar zeker doen, inderdaad. Oké, okay, take-off check. Flaps. Yeah. Down. Trim, set, radiators, make sure propeller, friction lock, boost pump, fuel, engine gauges, hydraulic pressure, so late engine gauges nog even. En de attitude indicator even resetten. Altitude indicator is set. Nou, 1200 toeren, brakes on. Mooi man. Uzi won, run him up. Two. Dodge. Here. Here's up, flip up. Two flipper. And reset trick. One is at 2-0-0 miles. Yeah, 2 special one. Resetting trim. Okay, trim reset. Cool man, it's an airborne. Yeah, alweer. Zullen we naar Engeland vliegen? Ja. Dat kan hè, moeten we even naar de overkant. Ja, dan moeten we even naar de overkant, ja. Ik zie je. Het is toch de channel of niet? Het is gewoon door het kanaal. En, Ja, klopt. We vliegen nu in Frankrijk. We vliegen nu schoon naar het noorden.
Wow, ik heb even een heel vervelende, wacht even, trim setting. Even een glitchje. Kom wel even bij jouw formatie. Wacht even. Blijf jij maar doorgaan. Ik moet even mijn trim goed krijgen. Ja, ik heb de trim goed. Hè? Klik maar rechtdoor. Wat moet je veel trimmen, man, dat ding? Ja, dat is afhankelijk van je snelheid. Als jij je snelheid gewoon constant houdt, dan is je trim setting ook nog goed. Ja, klopt. Kan je iets meer klimmen? Ik ben op 8 hier. Op bijna 4000 voet. Oké. Ik wil even door naar 7, 8000. Prima. Ik zit op 6. Doe. Dit ding heeft zoveel vermogen, jongens. Niet normaal. Ja. Dit lijkt. Mijn schuld en Bishop. Ik ben blind. Settled on your right platform. Het idee is om 200 knopen kruissnelheid aan te houden. Als je nu naar rechtsonder kijkt, zie je dat je fuel temperature, correctie, je engine temperature, die is nu uit het groen waarschijnlijk. Die is nu, engine denk ik, temperature, even kijken hoor. Die is nu ongeveer 85-90 graden Celsius. Nee, ja, die is 80 bij mij. Ja, dus we moeten hem daar echt op 80 of lager houden. Voor de klim maakt dat niet uit. Maar als we straks gaan cruisen, dan moet de gas echt wel terug. Oké. Okay. Ja, level maar op 7000. Daar zit ik op. Mooi. En dan cruise snelheid 200 knopen. Iets harder om je in te halen. Ja, ik vlieg 230. Ik klim nog steeds rustig. Oh. Prima, moet ik toch echt eventjes anders doen. Ik zou niet te veel trimmen. Ik zou trimmen op 200 knopen en als je dan harder of zachter gaat, moet je het even laden. Bij je. Ja, ik ga naar de 8000 toe. Maar het idee is voor de cruise is dat je fuel en temperature managed. Voor dogfight heb je beperkte duur dat je kan vechten afhankelijk van je temperature. En dat is belangrijk, want anders vliegt die motorblok in de brak. Ja. En dan stopt hij gewoon, hij stalt dan gewoon in de lucht. Precies, oké. Okay. Ja, dat is kut. Ja, tuurlijk. Zet op. Kom wel wat dichterbij. Mooi. Ja, jij bent nu even zo. Lead, dus we doen 8000 nu. 8000 voet. Prima. Dat is prima. En jij bent nu even verantwoordelijk voor het houden van altitude en snelheid. Prima. Ik ben in feite al uitgetrimd. Ik ook. Ik ben ook uitgetrimd op dit moment. Ik zit gewoon heel goed. Mooi. Nou, zet op in dat geval. Switching sides. Ja, official. Lekker result. Heel cool.
Hey, lekker. Mooi man. Nou, dit is vet of niet? Ja, dat is toch cool. Als het goed is zijn we nu rechtsonder. Engine temperature, zijn we nu in het groen. Ja, ik zit onder in het groen. Mooi. 70. Gewoon heel lekker. Maar je moet gewoon je RPM ook gewoon in het groen zetten, zeg maar. Dan is het ook... Manifold pressure bedoel je? Ja, manifold pressure, sorry. Ja. Want je RPM is slecht te regelen. Als jij namelijk vaart maakt, dan blijft je propeller hard draaien. Juist. Dan moet je met RPM lever, sorry, met kut, hoe heet dat ook weer? Je kan je, die knoppen, die P erop, je propeller kan je... Oh ja, daarmee beïnvloeden. Kan je regelen, de invalshoek daarvan. Ja. En dan kan je hem weer naar down krijgen. Precies. En dat doe je in feite om overspeed te voorkomen. Ja. Mooi man. Nou, we vliegen nu naar het zuiden. Ik maak er net een foutje. We vliegen naar het zuiden. Hoe doe je, heb je een mapje of zo, een map? Links heb je HSI. En die werkt even anders dan je gewend bent. Noord is altijd boven. Maar de naald wijst aan welke heading je vliegt. In dit geval wijst hij naar het zuiden. Ah ja, klopt. Ik ga even iets verder vliegen en heb ik even iets meer ontspanning. Doe maar. Zo. Ja, we vliegen inderdaad 195, zoiets. 194. Nou, speel maar een beetje. Doe maar eens een bokje. Dan holding hands. List. Even kijken, waar gaan we naartoe? Ah, checking right. Dit ding is echt zo kicken, jongen. Gruwelijk. Heerlijk. Loopt hij een kanaaltje of zo? Kanaaltje vanuit de zee. Even kijken, waar gaat hij naartoe? Dan kan je ook hè, afwijs doen. Ja, ik zit exact op iets. Ja, ik zit iets onder nu. Maar het level blijf ik wel. Heel cool. Set up right. Two. Visual. Super vet dit, hè? Ja, uber. En ik weet dat dit ding kan ook bommen gooien. Ja. En raketten schieten. En volgens mij is dat nog eens heel erg moeilijk. Dat geloof ik graag. Ja. Switching sides. Doe. Hey! Oh, good.
verderop ben. Ja, een visje. Een beetje spelen ermee. Tuurlijk. Ja, dit is wat anders dan fly-by-wire. Dat is zeker... Dit is letterlijk fly-by-wire. Als je goed kijkt, hè, ik weet niet of je het gezien hebt, maar als je met je rudder... Dan heb je gewoon touwtjes naar achter lopen. Ja, dat klopt, mooi is dat, hè? Dat is gek, hè? Ja, nee, is dat niet jouw antenne, draad? Nee, beweeg je rudder maar eens. Oké. Okay. Zie je die draadjes bewegen of niet? Zie je niet op de vloer? Oh, op de vloer, sorry. Oh, wacht even, daar zit ik even niet op de vloer. Oh ja, 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 sorry. Ja, 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 klopt. Sorry. Hoogte. Nou, waar gaan we naartoe? Engeland? Ik zie... Nou, dat wordt een lang vluchtje dan, denk ik. Een heel stukje blauw de hele tijd. Ja, doe maar wat bochtjes nog. Huppatee! Visual in trail. Cool. Zo makkelijk hard, we gaan nu al gewoon over de 400 knopen, hè? Ja, klopt. Wauw. Kik, hè? Visual condens shock. Ja, kik, hè? Ja, dat is kik, ja. Jongen, dit is toch gaaf, man, dit. Ja, ja. Wat is je speed? 300. Manifold pressure goed in de raad houden. Dus echt dat ding, joh, dat heeft zoveel vermogen, lijkt het wel. Nou, die maakt even niet uit. Het gaat even om je temperature rechtsonder. Dat is dat zijn je limieten. Ja. Nou, die zijn je niet te lang overheaten, zeg maar, want dan houdt het echt op een gegeven moment een keertje op. Precies. Maar je kan er best mee dogfight hoor, maar op een gegeven moment houdt hij er gewoon mee op. Ja. Cool. Spelen met het ding, man. Ja, man, heerlijk.
Als je je spiegeltje naar beneden doet en je gaat wat omhoog zitten, dan zie je jezelf terug in het spiegeltje. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja. Oh, prachtig. Wat ik ook leuk vind is die boerenveldjes en dan die boompjes ertussen. Allemaal vind ik ja, mooi, hè? Bomen. Ja, dat is goed gedaan. Inderdaad, mijn temperatuur gaat lekker omhoog. Naar 85, 90, wat is het? Even wat rustiger aan. Het vuur was ook kicken, joh. Er kwam gewoon echt condens af. Ja, klopt. Dat had ik, dit zag ik dus ook, man. Heel cool. Ik ben benieuwd hoe dit is als je overcast hebt. Ja. Dat je dan echt boven die wolken uitkomt en dat je dan... Want dat is, ja, veel natuurlijker weer voor dit jaar. Precies. Switching sites. Official trail. Ooh. Hij ziet ook echt hitte aan de voorkant komen. Ja, precies. Oké, ik zit low, ondek bij de kanaal. Check. Oh! Sukkel! Ja, even een BMS dingetje. Oké, okay. Pak een nieuw vliegtuig, ik vlieg terug. Wat is de uitdaging, want dan moet ik navigeren. Oh, pannenkoek. Ik dacht, nou, dat kan net wel, maar dat is ja, echt niet ja, hitbox dacht, ja. Is hier wel iets dus, gevoeliger. Jij dacht, ja. goed. Opa moet zich even oriënteren. Ja hoor, doe maar eventjes. Ga jij maar eventjes. Nou, ga jij maar op de ramp starten. Dit staat ook weer op de video. Nou ja, moet je ook ondervoelen. Kijk, losers gebruiken natuurlijk nu de F10 man, maar ik niet. Oh, echt waar, is dat het? F10, oh cool. Nou, dat hebben we dus... Volgende keer. Waar denk ik dat ik zit? Markante punten. Ik denk dat ik weet, ik weet wel waar je heen moet, maar... Even kijken, wat heb je nu? Dat is 4 natuurlijk. Ja. Ja, daar staat de telefoon. Zal eerst maar eens naar het noorden vliegen? Ja, je kunt gewoon terug naar de zee vliegen, daarbij spreken. Dan gewoon rechtsaf gaan. Dan. Even kijken hoor, ja,
parking brake, ja. Oh ja, daar is het eiland. Dus dan vlieg ik hier en dan moet ik naar rechts. Ik denk dat ik weet waar ik ben. Mooi. Even kijken. Oh, dat is gaaf. Dan moet je je canopy openhouden. Dan kom ik even langs low level. Ja man, best. George, hi, heb je? Oké, cool. Right. Incoming. Nu al? Zo. Oh, ik heb nog wel 30 mijl te gaan. Dat dacht wel, inderdaad. Oké. Okay. Maar ik weet nu waar ik zit. Mooi. Wel visueel vliegtuigje. Ja, mooi man. Ja. Ik ben nog even door naar 9000. Ik ben er bijna. Oh, lekker. Laat jij maar even weten waar je staat op het veld. Ik ben taxi en op dit moment richting de startbaan. Dus. Oh ja. Heb je snel gedaan? Ja. Zit in mijn kopje, hè? Haha, nu wel. Ja. Ready or not, here I come, you can hide. Zo'n 15 mijl te gaan. Klopt. Ik kan aan de rivieren zien waar ik zit. Lekker, ja. Oh, ik ben inmiddels al 10.000 voor.
Waar sta je er? Bijna bij de start. Ja. Geen de taxi? Ja, dat gaat wel redelijk nu. Wat rustiger aan en dan dat jij probeert. Alleen nog lekker die haakse bochten doen. Dat zijn de leukste, zeg maar. Als jij nou naar het zuiden kijkt, dan gaat het zien komen. Ik heb je visual, denk ik. Cool. Ik zie een heel klein stipje aan de threshold van de baan. Yes, that's me. Als jij nu naar links kijkt, dat is het zuiden, daar kom ik vandaan. Je ziet daar een groepje wolkjes, daar vlieg ik. Ja. Ah, oh, toch, je zag al de hele tijd aan te kijken, maar ik zag gewoon niks. Ja, ja, je ziet waarschijnlijk overal wolken. Maar ik zie een heel klein stipje, daar ben jij. Oké, okay, cool. Zet je canopy maar open. Ja, die is open hoor. Kom ik aan. Hoog, laag? Hoog, vanaf 10.000. In het groen. Here we go. Ready? Ja, ready. Waarom zie ik je niet? Ja, wacht maar. Ik zie jou wel. Ik zie jou heel duidelijk in het midden. Ja, dat klopt. Kom ik aan hoor. Low and fast. Ben je klaar voor? Ja, zeker. Ik zit net de koekeloeren naar buiten. Oh, wacht even. Volgens mij zie ik iets. Oh, daar ook. Ja hoor. Eerlijk, is die wiebert van mij, man. Wachtel, wachtel. Die is hem neerd. Ja, daar komt hij hoor. Kan hij open? Ja, zeker. Ja, ja, daar is hij hoor. Hoppatee! Lekker hoor. Mooi geluidje hoor. Cool, hè? Ja, heel cool. Nou, take off. Schuif ik hem zo in de formatie. Oh, dat ging niet helemaal. Oh. Kijk nou toch uit, jongen. Ja, joh, dat gaat nog niet helemaal zoals het hoort. Dat man, ding is man, van man. Takjes gemaakt. Je moet een beetje zuinig zijn. Pas op voor die paal, hè? Die, ja, die schoorsteen. Die schoorsteen, ja. Ik heb mijn kerretje nog over, man. Echt waar? Ja, tuurlijk. Echt waar? Ja. Vlieg je lekker, hoor. Met je kerretje open? Ja, tuurlijk. Dat kan gewoon. Nou, ik krijg hem niet open hoor nu. Nee? Oh. Blind. Zo, even dicht doen. Tja, dat hebben we. Ik ben ook blind verder. Ik zit wel boven een basis te vliegen. Oh, hij overvit wel lekker snel de kist. Had je visual maar.
Ja, visual. Python. Wil in. Python. Hey, hallo. Ik ben op je rechter 4 uur en coming in voor close station. Correctie, rechter 3 uur. Oh, daar, ja, visual. Ja, ben ik nu kapot gestreven natuurlijk. Takka, 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 takka. Zo deden ze dat vroeger, hè? Ja. Takka, takka, takka. Ja, you're dead. Oh, even goed informatie zien komen bij. Ja, ik loop nou te kutten. Blijf. Special. Ah. Roll reversal. Ja. Jij gaat stallen straks, let maar op. Nee, nog net niet. Niet weer tegen een boompje aan, hè? Dat klinkt wel leuk. Langs de kust. De kust komt namelijk iets omhoog. Hoe bedoel je? Kust ook? Oh, hier zo, ja. Langs de kust, low level. Ja, dat is goed. Oh, hier, nog een vliegveld, ja. Overal vliegveldjes. Barst ervan. Hey, maar we kunnen ook touch and go'tjes oefenen, hè? Ja, dat wou ik net, dat gaan we nu even doen. We gaan even terug naar de basis via de kust. Of we hebben ook nog, weet je wat, we hebben hier nog een basis voor onze neus liggen. Dat gaan we gewoon als eerste doen. Huppatee. Wel meerdere trouwens. Ook eens interessant. Recht op een baan af, hè? Ja, klopt. Dat is perfect, hoor. Ja. Nou, 2700 toeren. Keer naar beneden bij 170. Flaps naar beneden bij 165. En dan is het flare up over de threshold. Gas rustig terug. En dan... Als je idle gaat, dan waarom hoor je zo'n pieptoon? Nou ja, dat je idle bent. Ja, waarschijnlijk is dat het inderdaad. Oké. Okay. Hey, gaan we concurreren om een landingspot of moet ik even een cirkel maken? Hoezo ik, ga je... Ik cirkel wat achter. Niet crashen dan, hè? Nee, tuurlijk niet. Maar je hebt een horn silencer. Ik wil even niet meer waar die zit. Hier dan? Oh ja, hier dan. Die zit rechts achter je flightstick. Rechts van je... Van je bominstellingen. Ik maak wel even een. Ik film je wel even. Vanuit formatie.
Oh, even verkeerde trim. Dat is niet helemaal handig voor mij. Oh, dit gaat niet zomaar goed. Wordt het een go-aroundje? Die horn silencer, die ga ik ook even programmeren. Er is wel net weer een boom voor, dat is wel weer een beetje minder. Netjes. Ho, 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 nee. Go round, go round. Ja. Go round, go round. Nu ik. Gewoon nog een keer, joh. Gewoon dat ze een gootje maken. Tjonge, jongen, jongen, wat waait dat toch? Wat is dat gevoelig? Holy shit. Ja, dat is gewennen. Maar check voordat je landt altijd even je trim knobs of alles op nul staat, vooral die elevator. Goed, even kijken, goed hoogte maken. Keer down. Rpm. Flaps fill down. Turning base. En turning final. Die niet, maar... Ik ben bij een klein dorpje op de linkerkant. Ik ben blind. Voor de plate. Oh ja, ik zie het. Ja, ik zie het. Ik heb de visual. Je visual. Mooi in idle, dat gepruttel. Touch en gas. Moet je heel veel eigen rudder geven in dit geval. Gear up. Ja, de dingen zijn super, joh. Ja, klopt. Had ik ook al last van. Trim reset. Touch. En go. Nou, het was geen nette landing, dat weet ik wel.
Ja, de eerste touch wel, maar daarna was het gewoon wel honderd. Oké, turn it down in. Official. Official. Ik probeer zo'n 200 à 180 knopen te maintainen. Je moet echt heel rustig glijdend naartoe gaan, echt ja. Zonder weinig input van je motorvermogen, want anders dan schudt dat hele ding door elkaar. Ja, deze heeft echt maar heel weinig motor nodig. Ja, klopt. Goed, gas naar beneden. 25 rpm, correctie 27 rpm. 170 keer down. 160, flaps down. En gear is green. Flaps zijn down. RPM. En turning to finals voor base. Eén van rechts zag ik. Ja. Mooi hoor, mooi om jou zo te zien. Full flaps, gear down, base. Waren we nou rechts of links bezig? Rechts, ja. Ik ga een keer de vliegveld af. Ja. Oh, maar ik corrigeer mijn beest nog even. Ah ja. Oh, kun je dat nog redden? Oké. Okay. Tuurlijk red ik dat. Ik heb toch gas. Ja, nee, oké. Okay. Ik moet gewoon even in de lucht gokken wat ongeveer 3 graden is. Ik zie de lijn ongeveer wel. Oké, okay, ik ben blind, maar ik draai nu links op final. Ja, ik heb je 5, je show. Dat is no probleem hoor. Ik zit een mijl achter je. Yep. En final. 700 RPM. Gear is down, flaps are down. Ja, die boom is vervelend, ja. Cool calling final, 1 mile. Oeh, dat was wel een harde landing hoor dit. En gasten. Punt van 100 RPM inderdaad, 110, 100 knots, 3 gear down, flaps up. Full flaps. Boom hadden ze wel weg van verhalen. Mooi, nou een wijd crossweg. Hé joh, en zoeken er soms joh, echt niet normaal. Ja, verder. Oké, 1500 voet, turning Dutch. Down. Nee. Wauw, zoekende. Leef je nog? Ja, ik red het zeker nog. Special. En dan een right hand pattern.
beetje laag. Goed, 2700 toeren. Kut trim, joh, ik ben er echt. Je moet het trim, moet je vanaf blijven, joh. Ja, dat weet ik, I know, maar. Gear down, green en flex down. Turning in. Met een. Right hand base. Right hand base doe jij, oké, top. En turning for final. Reverse reset. Ik zet iets trim up trouwens voor de landing. Dus ja. Iets ontspannender. Klopt. Op een gegeven moment ontwikkel je zo'n gevoel dat ongeveer. Tussen 3 en 5 graden glijdsloop is. Cruise base. Gear down, full flaps. Ah, ik heb het visual. Wauw, mooi, netjes. Ziet er heel cool uit. Het mooiste is als je eigenlijk pas gas teruggooit als je level bent. Ja. En niet als je nog de flare maakt. Ik merk dat ik daardoor heel erg gestuit heb. Godverdorie, wat een hele mooie zachte touch en dan nog. Hier op. Je moet heel veel right rudder geven bij take-off roll. En flaps op. Flaps up, hier op. Crosswind. Ja, oh, engine overheat. Fuck, niet opgelet. Oh, hij doet het weer. Oké. Nee, hij is stuk. Hij is stuk? Ja, hij wil het niet meer doen. Fuck. Wordt een emergency landing, denk ik. En helaas blind op je. Crash. Nou, dat is dus het probleem. Oh, daar! Dat is dus het probleem. Zonde zeg. Oké. Okay. Ik heb denk ik mijn engine overheat. Ja, dat is dan dik in inderdaad. Check je fuel state even. Ja, die heb ik gewoon gelijk op temperatuur, maar nog niet in de rood. Dus, nee, je fuel state. Oh, fuel state. Oh, dat is een goeie. Oh, nou helemaal. Ik heb full. Oh, mijn left is alleen maar een beetje een paar pounds aan. Ik heb geen idee hoeveel gallon. Van 75 naar 60 gegaan. Ja. Hier rechts is het ook. Ja, ik ga daar ook naartoe. Ik pak al een vliegtuigje. En ik ben seated. Kijk of ik jouw visual heb. Even kijken. Ja, visual. Ik sta iets links van je op de ramp. Nou, op je linker. Ja, daar.
Moet je even langs blazen, is mooi voor het geluid. Heb je me visueel? Ja, visueel. Ja, ik zie je. Met je gear naar beneden. Ja, mooi man. Mooi geluid ook. Oh. Goed, ramp start. Even langs me voorbij, flybytje nog een keer, maar dan close. Ja, kom maar op. Wee. Ja, mooi geluid. Maar je weet dat je gear naar beneden is, hè? het was gewoon een dirty, hè? Een dirty one. Ja, visual. Wee. Ja, mooi geluid, man. Ik ga even de landing zetten en dan moet ik me alweer een beetje voorbereiden voor morgen, Scoof. Jo, ga ik nog even naar het taxi. Is niet anders. Mooi taxi nog even oefenen. Ja joh. Flaps eentje naar beneden. Ik wil nog even één goede landing maken. Ja, dat is eigenlijk bij mij ook. Dat gaat nog niet helemaal van een lijn dakje. Maar ik ben ready. Taxi. Ah, net een gebouwtje ervoor. Ah, jammer, net een gebouwtje ervoor. Ja, netjes joh. Volgens mij ziet het in het echt er ook zo uit, dus Volgens mij ook, dat start het nog wel eens. Zeg maar, ook. Oh. Ja, nou, dat moet. Wat heb je gedaan? Ah, propeller is krom. Ja, ik zag het al aankomen. Er moet iedereen wel een keer over komen. Shit happens. Maar, ja, daarom. Ik ben wel van de baan af, dus je kunt wel lekker door. Huppatee, eventjes. Ja, ik doe nog één circling en dan even landen. Wacht je daar nog op? Ik denk dat ik eventjes voor deze nog. Ook voor deze nog. Oh, wil je ook even? Ik volg je wel even. Echt, ja, dat kan ik wel even doen. Waar ben je? Ja, daar ben je. Ja, topper. Een keer F2, F2 of zo. Ja, klopt. Dat ben ik. Huppatee. Ik ben nu een beetje aan het sneken met mijn hoofd. En genoeg vliegvelden in de buurt. Dat sowieso.
Langzaam, bocht inzetten, stik naar voren. Ja, mooi man. Ja, dit werkt goed. Ja, wel vet hoor, die banden ook die ze gemaakt hebben, mooi van profiel en zo. Dat is een mooi detail hoor. Echt vet. Fancy shit. Ja, vind ik ook mooi. Gewoon die kleine dingetjes. Gaaf, ja, om, gaaf om je schokdempers te zien van die landingsgestelde. Dat dempt elke keer jouw ja, dat draaien. Dat is heel vet om te zien. Cool. Zijn van die mooie. Ja, dat is mooi uitgewerkt, vind ik. Ja, zeker netjes uitgewerkt. Wat kan jou voor één landing voordoen? Best man. Lekker. This is it. Het leven teken nog, bla bla bla. Precies. Hier een B2. Oh. B25 op je reet. Dat ging net goed, inderdaad. Over. Nou, geen fouten meer maken. Baan is vrij, hè? Ja, de baan is vrij, ja. Oké, okay, here we go. Ik volg jou gewoon lekker. Ja, klimmen naar 1500 voet. There we go. Continue going.
map staan. Turning base. Into final. Zeker. Threshold. Level. Laadbreek, pompen. Ja, ja. Flaps op. Het is wel technisch, dat geef ik toe. Ja, zeker. Als je dogfight hebt gehad, bij spreken, dan moet je nog landen. Dat is toch altijd wel een leuk dingetje dan. Zo. Bailout maneuver, left control A. Left control A. Hey, cool. We inhouden zeker. Jet staat er. Oh ja, dat komt uit achter elkaar. Moet je... Huh? Oh, zo. Oké. Okay. Ja, nou, nu zijn we uit de kist en ja. Kijk, ik kan gewoon lopen. Kun je lopen? Ik zie je niet lopen, man. Ik sta rechts van je, man. Echt? Nou, je staat nog steeds bij mij in de toestel. Ik loop hier al. Hey, ik zie je niet. Ik kan niet tussen de toestel in. Nou, nee, je staat bij mij als nog steeds in het beeldscherm als een poppetje naast op het cockpitje, zeg maar. Dus, Oh ja, jij ook. Grappig zeg, ik kan gewoon lopen. Ik weet niet of ik kan lopen. Mag ik doen de moonwalk? Je kan met je joystick in lopen en met je rudder draaien rond. Oh ja. Lachen, man. Hé, hey, misschien kun je weer gewoon in je vliegtuig komen, wacht maar. Oh ja, nu ben ik Dit is leuk, dat je gewoon met je poppetje kan lopen. Maar helaas, ik kan niet in mijn vliegtuig. Nee, oh, dat wel, is... Wacht. Misschien moet ik dan een knopje indrukken of zo. Dit is humor, zeg.
Nee, helaas, je kan niet opnieuw... Nee, eenmaal geëject, dat zal wel niet zo wezen. Goed, ik... Je hebt ook wel een mooi vliegtuig. Jij hebt ook een mooi vliegtuig. Kijk of je jezelf dood kan maken door in het propeller te lopen. Zo, haircut. Huppatee. Je kan jezelf helaas niet doodlopen. Zo, ik sluit af, man. Ja, zo, ik zie een poppetje nog staan. Ja, ik ben nu uit de game, als het goed is. Nee, ik zie een poppetje nog staan. Oh. Hallo, Duk. Hallo. Oh, dat zie je straks wel terug op de film. Oh. Wacht even, schaven elkaar een kusje, let op. Komt-ie aan, hè? Ik ben al lang uit de game, maar ja, dat kun je niet zien, jongen. Nee. Oh, wat een flauwe humor weer. Oh. Heel flauw. Hé, hey, maar was lachen weer. Was weer leuk, man. Ja, zeker. Goede oefening. Volgende keer dogfighten. Ja, prima idee, zeg ik. Mazzel. Hey, later.